Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een mini shoplog voor jullie. Ik heb een aantal dingetjes gekocht. En ik dacht, ik vind het wel leuk om dit aan jullie te laten zien. Ik heb hier alles naast me liggen. Ik ga even kijken of ik het jullie kan laten zien. Een beetje. Ik heb alles op het bed uitgestald. Gewoon, want ja, omdat het kan eigenlijk meer. En ik ga gewoon beginnen met de spulletjes die ik heb gekocht jullie te laten zien. Ik begin even met een paar spulletjes van de Action. Ik was op zoek naar wat decoratie voor bij mijn blogfoto's. Naast dit YouTube kanaal heb ik mijn eigen blog waar ik dus regelmatig foto's voor maak voor artikelen. En daar wilde ik graag wat decoratie voor hebben. En dan is de Action natuurlijk de perfecte winkel om naartoe te gaan. En als eerste kocht ik deze schelpjes. Dit zijn gewoon van die kleine schelpjes. Ik vind het ook al een heel erg leuk potje. Ze hadden ook grote schelpjes, maar ik dacht, ja, kleintjes zijn gewoon wat beter. Want ja, die hele grote die ga ik waarschijnlijk toch niet gebruiken. En ik vind die kleintjes gewoon net wat subtieler. En voor dit potje, ja, ik heb de bon erbij, dat is wel even handig. Betaalde ik 65 cent. Dus dat was wel heel goedkoop. En ja, ik heb wel echt zin om deze te gaan gebruiken. Dan kocht ik deze houten deco schijven. En dit zijn dus gewoon van die, ja, van die schijven met hout. Ik kan het de onderkant laten zien. En hier kun je dus gewoon heel erg leuk producten opleggen. En je had voorheen ook van die grote schijven, maar ik zag nu alleen deze en ik vond op deze op zich gewoon prima, want hier kun je gewoon heel makkelijk een lippenstift op leggen of ja, wat dan ook. En deze kostte 1,49 voor 5 schijven. Het laatste wat ik bij de Action kocht zijn deze mason jars. Het zijn van die potjes en die hebben dus ook zo'n handvat. Je kunt het hier een beetje zien. Ik heb zelf zo'n grote met zo'n rietje erin waar je gewoon lekker uit kan drinken. En ik vond deze gewoon heel erg leuk. En volgens mij zijn ze officieel bedoeld voor kruiden, specerijen, dat soort dingen. Maar ik wil ze dus eigenlijk gaan gebruiken om mijn decoratie hier spulletjes in te doen. Nou zitten ze zelf zo in een leuk flesje. Maar ik was eigenlijk op zoek naar meer decoratie. En dat ga ik nog eventjes naar verder zoeken, want dat is niet helemaal gelukt. Maar die wil ik dus hierin gaan doen. En ja, dit setje met drie potjes was 1,49 €. Ik was dus ook op zoek naar bijvoorbeeld rozenblaadjes. En ik had echt gedacht dat Action dat wel zou hebben. Nou, ik kon ze dus gewoon echt niet vinden. En ze hadden wel gewone bloemetjes en roosjes, maar dat paste niet helemaal bij wat ik zocht. Dus dat is niet helemaal gelukt. Ik ben nog wel even naar de Xenos geweest daarvoor, maar die hadden het helaas ook niet. Dus mochten jullie nog een tip voor me hebben waar ik dus decoratieve rozenblaadjes kan vinden, dan zou ik je willen vragen om het eventjes bij de comments neer te zetten. Want ja, ik wil ze gewoon niet vinden, dus misschien weten jullie het wel. Dan ga ik eventjes naar de spulletjes van de kruidvat. En ik kocht als eerste twee gellakjes. Allereerst dit paars kleurtje. Ik ga even kijken hoe deze heet. Dit is de 52 Amazed by You. Ik ben weer echt helemaal fan van deze lakjes. Dat heb ik ook al een paar video's geleden verteld. En ik vond dit wel een heel erg leuk kleurtje. Vooral in combinatie met de top en base coat werkt het gewoon heel erg goed. Hier heb ik helaas geen bond van. Maar volgens mij is zo'n lakje 1,69 €. Ik heb geen idee. Volgens mij zoiets. Dan heb ik dit kleurtje. En deze heet 24 Indian Summer. En deze zag ik laatst voorbij komen op de Essence site. En daar droegen ze hem ook echt. Ik vond hem echt zo erg mooi. Want ik dacht, die vind ik wel echt heel erg leuk. Gewoon ook zo'n lekker zomers kleurtje. Gewoon heel erg leuk voor mij. Van Catrice kocht ik deze Primifine Anti-Shine Blur Stick. En dit is zo'n stick. En deze was nieuw in het assortiment. En die zorgt er dus voor dat je... Ja, eigenlijk is het gewoon een primer in een stick voor hem. En ik was wel benieuwd of dit werkt. Is een matte primer. En dat is natuurlijk altijd goed. Dus ik ga deze gewoon ook weer testen en review op mijn blog. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat dit wat is.
Het laatste wat ik bij Kruidvat kocht waren deze verfrissing tissues. En ik vind dit gewoon van die makkelijke doekjes voor onderweg. Die je gewoon in je tas kunt steken. En het komt wel eens voor dat ik bijvoorbeeld wat heb gegeten of zo. Of ja, dat je iets hebt aangeraakt wat gewoon totaal vies is. Dan kun je deze doekjes gebruiken. En je kunt ze eigenlijk voor alles gebruiken. Voor in het vliegtuig, voor bij het eten, voor kinderen en bij sporten. Tenminste, wat staat hier. En ze zijn per stuk verpakt. Het zijn 10 doekjes. En het zijn gewoon, ja. Zo ziet het er dan uit. Van die, ja, van die doekjes. En je hebt ook gewoon van die. Bijvoorbeeld bij de Hema heb je dat. Het zijn van die. Ja, doekjes in zo'n zakje. Die zijn nog maar 1 euro in zo'n verpakkingje. Maar het nadeel is daar weer van. Dat als je die meeneemt onderweg. Ik vind ten eerste nog best wel veel plek in je tas innemen. En ten tweede, als je er een paar doekjes hebt uitgehaald, dan plakt die strip die plakt niet meer terug. Dus dan staan eigenlijk die doekjes open en dan drogen ze uit. Dan vind ik gewoon deze losverpakte gewoon een stukje beter. En deze waren 95 cent volgens mij. Oh, ik dacht dat ik al klaar was met de spullen van de Kruidvat. Maar ik vond nog deze twee liquid ink liners. En even kijken wie het kleurtje op staat. Het zijn matte liners. Dit is een paarse variant en er staat gewoon geen kleur op. Misschien als ik de kleur nog op internet vind, dan zet ik het eventjes hieronder. Maar nou ja, in ieder geval deze paarse variant. Dit is een beetje bruin-goudachtig. Je had ook nog een paar andere kleurtjes, maar die waren uitverkocht. Dus daar ga ik nog eventjes een keertje naar kijken. Maar ik vond het wel leuk om ook een keer wat andere kleurtjes te hebben dan alleen maar zwart. Vooral in combinatie bijvoorbeeld met. Ja, ook een beetje een paarse ooglook vind ik het ook wel leuk om dan zo'n paarse eyeliner op toe te voegen. En mijn bronzer look komt deze ook weer heel erg goed. Dus die hoorde eigenlijk nog bij de make-up. Dan even naar een spulletje van de Hema. En als eerste kocht ik dit World Travel zakje. Dit is gewoon zo'n klein tweetje. En ja, gewoon zo'n handig zakje. Ik vind het gewoon heel makkelijk voor in mijn tas. Vooral voor die doekjes dus die ik net heb gekocht om die hierin te steken. Maar ook voor paracetamol. Wat wattenstaafjes. Gewoon een aantal basic dingen die ik graag bij me heb. Een paar pleisters bijvoorbeeld. Ja, als ik dat gewoon in zo'n klein etuietje stop, dan neemt het gewoon weinig ruimte in mijn tas. En dan ben ik toch een beetje een soort van eerste hulp bij ongelukken gereed. Maar ja, ik vond het gewoon heel handig om mee te nemen. En ik kocht de Bye Bye Eye Makeup doekjes. En deze doekjes die hebben ze sinds kort in hun assortiment. En dit zijn dus ook van die doekjes voor onderweg. Zijn individueel verpakt en handig om mee te reizen. Ik ga hem even openmaken, zodat jullie het zien. Oké, okay. Het zijn gewoon twee doekjes aan elkaar. En ook deze, kijk. Die kunnen gemakkelijk in het tasje. Nou, ik vind het wel heel erg handig, want ik heb nog wel eens dat ik onderweg een fallout heb of zo. Dat ik echt dan op mijn eyeliner deze echt. Ja, dat het gewoon niet helemaal netjes is. Maar ik vind het gewoon handig als ik het wel even bij kan werken. En daar zijn deze doekjes dus ideaal voor. En deze zijn 3 euro voor zo'n doosje. En heb je dus 20 van die doekjes. En ja, ik vind het echt ideaal om mee te nemen. Dan nog twee spulletjes van de opwisop. Twee spulletjes, twee producten moet ik zeggen. En daar kwam ik dit nieuwe Natural Nude Eye Color paletten tegen. Ze hebben meerdere van deze paletjes. Ik ga hem even openmaken. Het is altijd zo'n leuk plastic knop. Dus krijg ik het dan nooit open. Maar goed, ze hebben dus meer van deze paletjes. Ik heb er al een paar van. En die zijn gewoon fijn. Vind ik echt fijn. Dus toen zag ik deze. En deze wil ik heel graag proberen. En deze heeft echt een beetje natuurlijk kleurtjes. Heel erg leuk. En ja, ik vind dit soort paletjes gewoon altijd heel erg mooi. Ik ben dol op W7 en ja, ik probeer het graag uit. Dus deze gaat dan weer terugkomen op mijn blog ook. En het nieuwe I Want It eyeshadow paletje was er eindelijk. En ik had hier al echt een hele tijd geleden een review van gelezen. En ze hadden hem nog steeds niet. Nee, ik moet zeggen dat ik in eerste instantie ging voor dat nieuwe paletten. Die grote, die One. Nee. Nou, het is in ieder geval ook weer zo'n heel groot nieuw
nieuwe paletten. En ik heb ze eigenlijk allemaal. En ik vind ze gewoon super fijn. Daar, die wilde ik heel graag hebben. Dus ik dacht, ik ga gewoon kijken. Weet je, misschien hebben ze hem al. Maar die hadden ze dus nog niet. Maar toen kwam ik dus deze tegen. En ook hier ga ik even een kopietje plastic van halen. Dat ik de kleuren kan laten zien. En deze heeft deze kleuren. Ook al, ja, toch eigenlijk altijd wel weer een beetje vrij trouw de kleurtjes bij W7. Maar ik vind dit soort flesjes gewoon altijd heel erg leuk. Ik heb ook twee van andere twee kleine flesjes. Die vind ik ook heel fijn. Dus ik wilde deze ook heel graag. Bij mijn collectie. Ik ben gewoon fan van W7. Dus deze kocht ik dan ook. En dit waren eigenlijk ook alle spulletjes die ik heb gekocht. Zoals ik al zei, het was echt een mini shoplogje. Maar ik vond het toch wel heel erg leuk om jullie eventjes te laten zien welke spulletjes ik heb gekocht. Omdat ik er wel heel erg blij mee ben. Mocht je deze video nou leuk gevonden hebben, doe dan eventjes een duimpje omhoog. En mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Voor nu wil ik je bedanken voor het kijken en ik zie je heel snel weer. Doeg!